Op 25 januari opende het Italiaanse modemerk Liu Jo een eerste Belgische boutique in de Nationale Straat in Antwerpen. Move On TV interviewde de grote baas van Liu Jo, Mario Marchi. En we hadden ook een gesprek met de directie van Fashion Club 70, het bedrijf dat het merk invoert. Luc Dedene en Eugenia Schechtman geloven rotsvast in het Belgische succes van Liu Jo. Bonjour, je m'appelle Marco, je suis le président de Liu Jo, c'est un marque italien d'Italie. Et je me trouve dans le nouvel espace de Liu Jo Shop, ici à Anvers. Goedenavond, c'est de opening van de Liu Jo Shop in Antwerpen. We zijn heel fier deze te kunnen openen hier op deze locatie. Midden van heel interessante boutiques en het fashion en het MOMU, dus de fashion school en alle activiteit van mode die gebeurt in Antwerpen. Wij openden deze shop om eens aan de consumer te tonen wat het Liu Jo concept inhoudt, wat de collectie inhoudt en een totaal look van de collectie. Wij hebben een andere shop met een partner in Amsterdam geopend over enkele maanden en die loopt als een trein ook. Dit experiment willen wij herhalen, maar dan echt met onze partners, met onze klanten, detailisten die reeds sedert een paar seizoenen de collectie verkopen. Wij hebben bij Fashion Club de collectie Liu Jo binnengehaald over enkele jaren en echt waar met een heel groot succes tussen ook onze andere Italiaanse topmerken. Ik zeg succes, want de collectie Liu Jo bevindt zich in de top 3 van de sell-through, sell-out in de shops. En dat wel wil ik zeggen in dit moment van de collecties. Hello, my name is Eugenia. I'm a partner of Luc Didne in Liu Jo Shop in Antwerp. Why do I like this collection? I love this collection because Liu Jo is young, it's fresh, it's intelligent, it's a total look, it makes women sexy. And it's a very good price point too. So I think it's so wearable. Every woman can wear it and feel young and beautiful. Il y a quelqu'un qui me dit. Pourquoi Liu Jo? Liu Jo, c'est un nom de fantaisie qu'il est très facile à retenir et il est très sonorique. C'est pour ça qu'on a appelé notre marque Liu Jo.